Dit is het Focus TV Nieuws Magazine van maandag 19 augustus met vandaag. Staatssecretaris Van Rijn komt naar Achterhoek om te praten over situaties en sieren. Ook VVD wil subsidie aanvragen voor ondergrondse hoogspanningskabel Zutphen. Samen Anders zoekt inwoner die willen praten over krimp in de Achterhoek. Taken van vertrekkend wethouder Verver worden tussen college verdeeld. PvdA Oude IJsselstreek vraagt hulp inwoners bij schrijven verkiezingsprogramma. En supporters De Graafschap boycotten wedstrijden tegen belofte teams in Eerste Divisie. Staatssecretaris Martien van Rijn komt maandag 26 augustus naar de Achterhoek om te praten over de situatie bij thuiszorgorganisatie Sensieren. Dat is het resultaat van de acties die de afgelopen periode zijn gehouden, zo meldt Esther Buiting van Sensieren op radiozender Optimaal FM. Hij praat dan onder meer met de gemeente en medewerkers van Sensieren. De zorginstelling gaat 1100 medewerkers ontslaan, omdat de organisatie onzeker is over de contracten met de gemeente. Als het gesprek niets oplevert, zullen er opnieuw acties volgen. In navolging van burgerbelangen wil ook de VVD in Zutphen dat het college subsidie aanvraagt bij het Rijk om hoogspanningskabels ondergronds aan te leggen. Nu het Rijk aangeeft 75% van de kosten voor een rekening te willen nemen, menen de Zutphense fracties dat hier gebruik van gemaakt moet worden. BMW van Zutphen toonde zich in het verleden tegenstander van de ondergrondse aanleg in Zutphen. Samen Anders vraagt inwoners van de Achterhoek om mee te praten over de gevolgen van de bevolkingsdaling. Samen Anders is een samenwerkingsproject tussen de Achterhoek Agenda 2020, provincie Gelderland en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze bijeenkomst vindt plaats op 10 september in Winterswijk. Aanmelden kan via www.achterhoek2020.nl. De taken van wethouder Geertje Verwer in Brummen worden onderling tussen de collegeleden verdeeld. Vorige maand maakte Verwer bekend op 1 september te stoppen als wethouder wegens familieomstandigheden. Wethouder Bart Elbers neemt onder meer de taken sport en onderwijs over van wethouder Verwer. De PvdA Oude IJsselstreek vraagt inwoners om mee te helpen met het schrijven van het verkiezingsprogramma. De partij wil alle ideeën om Oude IJsselstreek nog mooier, socialer en beter te maken graag horen. Iedereen kan ideeën insturen en stemmen op andere ideeën. De winnende ideeën nemen we op in ons verkiezingsprogramma en de inzenders winnen een leuke prijs. Op www.oudeijsselstreek.pvda.nl kunnen de ideeën worden ingevuld. De harde kern van De Graafschap, de Brigata Tifosi, boycott de wedstrijd De Graafschap Jong PSV op zaterdag 24 augustus. Ook de andere competitiewedstrijden tegen belofte elftallen laten ze schieten. Volgens de groep supporters horen belofte teams niet in de Eerste Divisie, omdat dan competitievervalsing op de loer ligt. Wat ze ook kwalijk vinden, is dat De Graafschap heeft ingestemd met de toetreding van deze teams. De Brigata Tifosi doet een beroep op alle Graafschapssupporters om de wedstrijd over te slaan.